Wat, jongens, wat is dit? Een eend. Is dit een eend? Dat moet het zijn. Sinds wanneer? Ja, jongens, sinds wanneer heeft een eend zulke stijve tepels? Eentje wel, ja. Iedereen beweegt gewoon. Nou mensen, we zijn hier in een nieuwe aflevering en we gaan naar het intro kijken hoe dit verder afloopt. Tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze opnames. En we zijn hier eigenlijk met een paar leuke crewleden. En we gaan iets heel leuks doen in aflevering 111. Het is 111 alweer, hè? Yay! Niet normaal, echt niet normaal. En hallo jongens, hoe gaat het met jullie allemaal? Jens, hoe gaat het met jou? Supergoed. Oh, mooi zo, want je bent nog steeds een tijgertje. Ja, helemaal. En Wax? Heb je gemerkt, wij zijn over het algemeen allemaal dieren, hè? Ik bedoel, Kenzo is een tijger, jij bent Winnie de Pooh, Lero is een dino, ik ben een eend, Jens is een tijgertje, even kijken hoor. Biepster is een koala. Uh-huh. Hallo, Rowie is een aap. Waarom klinken jullie zo ver weg? We zijn altijd ver weg, Rowie. En wat gaan we hier bouwen, jongens? Wat zijn we hier? Ik zie hier een pinguïn. En die heeft echt, dat hoofdje is nog gewoon 10 keer kleiner dan het hele lichaam. Oké. Echt, jongen. Dat ziet er niet uit. Kill myself! Kill me! Weet je, en dat armpje, weet je wel. Kill me! Die voetjes, kill me! Stampvoeten. Kijk, het stampvoeten, joh. Zwemvlies. Ja. Kill me. En dit is een turtle. Altijd mijn hoofd, hè? Iedereen gebruikt mijn hoofd. Maar je kan je hoofd overal voor gebruiken. Het is altijd, ja. Het is altijd. Je bent het altijd hoofd. Dan. Je bent het opperhoofd. Ik hou mijn hoofd er gewoon bij. Ja, maar dit is wel een beetje hoofdzakelijk dat dit gebeurt natuurlijk. Maar goed, jullie waren bezig. Maar ik heb er niet mee geholpen. Jullie waren bezig met het remaken een beetje van een gedeelte van de ondergang. Want het is een attractie die eigenlijk heel lang bij ons park staat. En eigenlijk wel een renovatie nodig hebt, vind ik. Vind je niet? Waarom niet, hè? Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? En ik begin dus met die vines hier een beetje op te vrolijken. Zo, dat ziet er al gelijk beter uit. De vines groeien namelijk best wel heel hard door, zie ik. Het komt omdat we al een keer een probleem tot de vines zijn doorgegroeid in heel het park. Dus ze komen nog altijd af en toe deze spullen tegen tot die vines zijn doorgegroeid. Zo, hoppakee. Zo, ja, nou, het is echt een hele aparte attractie, want het is eigenlijk... gaat deze eend weg, denk ik? Neem aan van wel. Deze houten eend. Ik wil nog even een Rowie laten zien. Ja, oké, okay, ja. Inderdaad. Dit is familielid. Ja. Ja, is dit familielid van Rowie? Ja, dat ongetwijfeld. Ja. Wat? Oh my god, wat een hel? Wat is dat? Excuus dat ik reclame maak hier in deze video. Excuus. Ja, ga maar verder. Sorry, onderbrak ik jullie. Wij wachten op die reclame. Oh, is dat zo? Ja, die moeten jullie afwachten in de video. Oh, jammer. Ja, sorry. Jammer. Ja, maar dan heb ik weer 3 views erbij bij de video. Oh ja. Even kijken, hier wordt een huisje gebouwd door Dennis. Aap. Ik ben benieuwd, nou. En Dennis, wordt dat een beetje het stel van de Pirates? Of... Tuurlijk wordt dat dat. Nou, ik ben benieuwd. Kan ik deze weghalen, dit is mislukt uitgebroede eend? Dat was eigenlijk eerst de toren totdat een of andere Kenzo daar eend van maakt. Echt? Jammer dit. Nou, dan zal ik de hoofdzakelijke delen, de tepels en de voeten, slopen bij deze. Het is zonde. Zonde dit. Ja, ook jammer. Die is veters zelfs gestrekt, hè? Ja. Veters gestrekt. Heel netjes. Dai. Hallo Dizzy. Even kijken hoor. Nou, het goud, het ziet er ook heel mooi uit. Is het goudstortmijn van... Ja, dat blijft ook zo hoor. Ja, toch wel, ja, dacht ik al, ja. Ik ga even binnenin kijken. Terwijl jullie hier bezig zijn, lijkt me leuk als ik eventjes met Rowie samen, als Rowie daar interesse in hebt. Mm. En nog één van de bouwers, wie meldt zich aan om bij mij mee te gaan in de video? En dan zo'n krekelgeluidje er even te pakken nu. Ja, ik zou, ja.
Ik denk Dropje. Hallo Dropje. Hallo. Hoe is het met jou? Echt de beste medewerker. Dropje? Ja. Nee, maar, ja, nee, Dropje is geen medewerker, maar ik zie Dropje hier, want Dropje zou in de video komen, heb ik gezegd. Tegen de. Ja. Want Dropje is vanuit, je bent bij de pretpark geweest in Universal Studios? Ja. En je bent, wat vond je de vetste attractie? De Despicable Me. Oh, en dat was een simulatie, zei je? Ja. Hmm. En kan je het vergelijken met, wat kan je het niet vergelijken met een kermisattractie simulatie? Zo'n raket, zo'n goedkope raket, weet je wel, waar zo'n oud filmpje zit uit 1995 met zo'n achtbaan die even snel omhoog gaat als naar beneden gaat. Ja, waar je nog met guldens moet betalen. Ja, maar... In die tijd heb ik niet geleefd. Oké, okay. Nou, misschien komt dat nog wel ooit. Ja, wie weet, gaan de guldens nog terugkomen? Ja, dat weet ik niet zeker, maar... We hebben nu de Eula, hè? Nee. Ja, de Eula. Nee, ik ga met een medewerker, Roy, als je zin hebt, gaan we even binnen in de ondergang. En als jullie dan naar de buitenkant werken, dan kom ik zo meteen terug om te kijken hoeveel jullie zijn. Dat is misschien leuk om het op te delen via die manier. Okay, ja. Ik sluit wel de ondergang af, dus als iedereen niet de 10.000 vips even weggaan hier. Ja, ga er dan vooral niet voorbij lopen, Kenzo. Nee, ik stond er niet. Ja, je ging er wel doorheen, aap. Zo, ja, want ik sta hier buiten. Ben je toch subtiel? Hey, het is Kenzo's dubbelganger. Ja. Dat is die stink. Oh ja, oké. Okay. Oh, dat Justin boy. Even kijken. Nou, we gaan eens even kijken. Misschien kunnen we wat in de ingang. Oh, dat is, sorry, dat was niet de Kenzo. Dat was een andere stink tijger. Maar deze kijkt heel stoned uit zijn hoofd. Deze kijkt heel stoned. Ja. Nou, Kenzo niet of zo. Ik weet het niet. Oh. Dat is Kenzo real life. Hallo. Hallo. Oh. Zo. En zullen we het station een beetje upgraden? Of wil je gelijk in de attractie upgraden? Nee, doe maar eerst het station. Oké, wat gaan we veranderen aan het station? Ik denk eerst alles. Dat we... Echt? Ja, echt alles. Ja, vind ik wel echt... Ja, maar ik vind dit mooi. Dat is ik vind wel dit, leuk. Dit vind ik mooi, dit stuk hier bij die boom. Waar de ingang, waar het wordt bediend. Ik denk dat we dat beter kunnen openlaten. Dicht laten zo. Ja, dat we hier niet meer aanbouwen. Dat, ik vind dit wel... ik vind dit wel heel mooi. Dit zou ik zo laten, ja? Maar je wilt de wachtrij weer wel aanpassen, want de wachtrij mag wel wat iets gethematiseerder, denk ik. Ik denk dat je dat bedoelt, hè? Ja. Nou ja, de haak, dit is natuurlijk de haaksondergang, dus je gaat die haak eigenlijk... moet blijven hangen, hè? Ja, is, ja, absoluut, die is geld waard. Die is echt uit aflevering 1. Deze. Uit de Eula. Ja? Ja, absoluut. Die is echt, kijk, wat ik bij, we waren naar Fantasialand geweest en daar zag ik namelijk een leuke decoratie, ik laat het wel even zien. Dat waren een soort hekken. En dan als we onder slaps doen, dat ziet er echt heel apart uit. Ik ga het gewoon proberen en als Roy niet zegt van, nou, kijk, dan hebben we zulke hekken in één keer. Dat ziet er ook heel apart uit. Nee, niet hekken, hè? Nee, sorry. Eentje zo doen, zo. En dan zo. Kijk, dat is wat anders weer dan die stomme fences. Dat maakt het wel spannend, vind ik. Als mensen niet in de buurt vliegen, dan kan ik het normaal bouwen. Dan, anders moet er echt gaan kicken. Ik doe er al een paar naar de spawn sturen. Ja, is goed. Hier zijn allemaal even weg kicken, alsjeblieft. Jullie zijn allemaal in de video geweest. Laat ons even bouwen. Hup, kst. Thanks. Moet je eens nog even één voor één overlopen misschien. Ja. Misschien wel even nog voor me lopen dat ik niet kan bouwen. Dat maakt de video echt... dan wordt de video dadelijk 3 kwartier. Kijken mensen graag. Daarvoor kijken. Oh ja, slapjes erop. Ja, nice. Ja, deze? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, misschien wat donkerder. Voor het gevarieerde. Ik zou die wat de donkere slaps maken. Misschien de nether of de dark ook. Ik denk dat dat... Maar de dark ook. Dat maakt het nog gevarieerder, denk ik. Zo. Ja, hè? Mm-hmm. Even kijken, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Even netjes laten lopen allemaal. Oh. Mm-hmm. En hier kom je uit op hier zo. Maak ook gewoon een nieuwe instap rond. Dit is wel leuk zo. Die heb je even laten staan. Ja, dan maken we deze gewoon hier, een beetje. Dan maken we die naar voren. Ja. Ja. Deze maken we naar voren zo. En dan klopt die helemaal. Kijk, zo. Tof. Zo is dat die leuk. Deze kunnen we even laten weghalen. Ja, op zich ja, wel, maar inderdaad. Stoppen die treintjes hier wel? Volgens mij niet. Jawel. We gaan zo hier wel. Nou, ongeveer. Nee, ze stoppen niet. Ja, maar je kan daar door. Je kan daar lopen. Zal ik hem even één keer inrageren? Dan zien waar ze stoppen. Ja, nou, dat is mensen hoeft niet. Stoppen. Stoppen hier gewoon zo. Ja, gewoon hier zo. Ja, het is goed zo, het is goed zo. Je kan ook hier, ja, maar hier, je kan hier lopen. Ja, maar je kan ook lopen hier, jongens. Je kan hier lopen, ook tot naar hier, hè. Dit is instapperon, hè. Kijk, dat komt wel goed. Ja, nou, jongens, klop maar weer.
Ik ga het even brightness zetten, jongens. Zo. God, wat is er nou weer? En zo, kst. Okay. Even kijken, dan kunnen we dit misschien ook al verder naar voren zetten als we dit zo maken ook. En ook hier maken we zoiets. Misschien leuk als we dat ook een beetje thematiseren in die stijl. Kijk, dan komt het een beetje logisch, zie je het? Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers. Eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn zingen, we leuke liedjes die we zelf begeleiden. Op piano en gitaar. Ik speel de bof. Ja. Wij zingen voor feestjes en partijen. Of tussen beide. Ook in de open lucht op. Wat een geil! Wauw. Echt prachtig. Echt, hè? Ja, wij zijn bang dat het gaat regenen of zoiets. En gitaar. Ik wil de bof. De bof. Leuk, hè? Prachtig. Of je niet meer, joh. Ben er weer. Hallo, welkom in de opname, Irma. Hey. Op deze prachtige zonnige dag. Het is s'avonds, maar maakt niet uit. Dat weet niemand. Nee, dat weet niemand. Zonnennacht. Het is 26 graden. En het is een nacht. Zo, het is wel de aflevering van de liedjes, hè? Ja, echt, hè? Ja. Niet normaal. Ik speel de bof. Ja, nou ja. Ik denk dat iedereen hierna spontaan niet meer lust heeft. Ik ga gaan kijken, hoor. Nou ja, jij zit erin, dus dat... Ja, als jij het keertje niet meedoet, dan weer wel, natuurlijk. Dat is niet aardig. Nee, maar het is realiteit. En realiteit is niet altijd aardig. Het is een feit. En realiteit. Ja. Even kijken hoe we dit... Beetje jammer. Sorry, Sjaan. Sorry, Robby. Geef het ons. En Irma, je hebt vandaag een aankoop gedaan. Oh, sorry, Roy, dit loopt niet goed uit, maar we kunnen het wel vaak aanpassen. Maar ik wil je toch van de makers van de box, de Ultimate Collection box van Rollercoaster Coo, wil ik echt heel erg op hun reet schoppen. Want hun hebben echt iets gedaan wat eigenlijk gewoon niet door de mand kan. Zullen we ze bannen op de server? Mm-hmm. Wil je het zelf vertellen, Irma, of niet? Het is echt een schande. Nou, ik heb dus een box gekocht met alle Rollercoaster Coons. Plus uitbreidingen. Maar er zat maar één uitbreiding bij Rollercoaster Tycoon 3. En waterpret miste. Ja, dolle waterpret zijn twee uitbreidingen van Rollercoaster Tycoon. Dat is dus, ja, beestenboel en dolle waterpret. En dus blijkbaar had Roy, of Irma had, de hele box gekocht met alles erop. Hè. Ik bedoel, ik heb het nu over Rollercoaster Tycoon 1 plus de uitbreiding. Rollercoaster Tycoon 2 plus 2 uitbreiding. En Rollercoaster 3 met 1 uitbreiding. Hoe kan je iets een collector's box noemen als niet eens de uitbreiding van 3 erin zit? Nou. Het slaat nergens op. Ja, ik vind het echt triest. Maar ja, goed. Ja. Weet je. Jammer. Wat? Van waar komt dat ding van Koen Smeets? Waar is dat? Wat dan? In de chat? Ja, dat is niet voor de aflevering. Oh, oké. Okay. Ik lees het ook niet, maar oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ja, we gaan door. Het komt hier niet echt... Ja, bedankt voor deze... Maar ik vind het wel... Ja. Alvast bedanken voor dat hij me zo meteen gaat helpen met de laatste uitbreiding. Is dat zo? Nee. Ja. weet hij zelf niet meer. Weet niks van, Emma? Oké, okay, nou, Robby, hebben we dit al een beetje opgeknapt nu? Ziet er wel leuk uit, hè? Alleen dit is... Ja, dit klopt niet. Wat dan? Nee, ik vind het nog niet... Nee. Ik vind het... Ja, het is wel wat anders weer, hè? Dit zou kunnen, maar dan... Misschien de vloer een andere... Dat denk ik ook. Laat me dat even aanpassen, ja? Ja, ik denk dat de vloer inderdaad ook een upgrade mag. En diegene die keihard op zijn toetsenbord ramt, mag ermee ophouden. Het is vervelend voor de opnames. Ja, onthoud dat. Ik doe een 195.4. Nee, dat is te geel. Wow.
Ja, nee, ik probeer maar wat, hè. Het geeft wel kleur. Het geeft wel kleur. Maar dat doet namelijk deze ook. Even kijken, hoor. Doe een beetje een stone slider, zo. Ja. Met dat blauw. Zand. Want ze me dan pas een beetje bij piraten gezien. Sand, ja? Of sandstone dan, hè? Ja, nog beter. Ik ken zo gaat bouwen. Kan. Nee. En 195.5. Als je het normaal hout doet. 159. En gewoon hout? Gewoon ook goed? Ja. Ik denk dat ook wel een leuk is. Ja, ook. 5. Oh! Niet die ook! Gewoon wood! Ja, wood. Ja, sorry. 5. Oh, dat kan ook nog wel. Dat ziet er leuk uit, ja, inderdaad. Een beetje als een schip uit, zo'n beetje, niet? Ja. Of een haven. Neem er nog één. Hoeveel procent zat erin? Hoe is er 100 gebroken, man? Die is niet 100%, hoor. Hoe komen al die vips hier nou weer binnen? Ja, ik snap het. Die hebben net allemaal eruit gegooid. TP accept. Nou, mijn grap staat netjes in de hoek. Brave meid. Opgesodemieter. Schrijf maar in mijn pannetje. Schrijf maar in mijn hoed. Zo gaat hij lekker. Zo gaat hij binnen. Zo gaat hij goed. Nou, ik ga naar de eerste scène, want anders duurt dit te lang. We zijn al ver in de opnames. Even kijken, hoor. We gaan hier eens even kijken. Kijk, hier staat een donkere man. Ik vind het heel racistisch om iets anders te zeggen. Ik vind dat echt zo, hoor. Maar dat is heel raar. Ik weet niet of het hetzelfde is als kaaskop naar een Nederlander. Maar ik vind als je zegt, kijk, daar staat een neger, weet je. Dat vind ik zo. Ik vind het zo negatief klinken. Vind je niet? Omdat? Dat weet ik niet. Ik zeg gewoon, soms zeg ik ook, een vriend van mij is ook donker. En dan zeg ik ook altijd een donkere man. En dan zegt hij altijd tegen me, je kan ook gewoon neger zeggen, hoor. Dan vind ik altijd lachen. Ja, precies, dat vinden ze volgens mij al. Volgens mij is het erger als je donkere man zegt dan gewoon neger, hoor. Ja, is dat niet erg? Ja, sorry. Ja, ik denk dat je beter neger zegt dan donkere man. Ja. Laten we deze discussie maar overlaten aan de... Maar ze zijn toch gewoon negers? Ja, dat is wel. Nee, maar het komt eigenlijk, ja. Volgens mij komt gewoon eigenlijk... Daar gaan de views. Nee, het komt eigenlijk van Nigero, hè? Of Nigero. Daar komt het voor mij vandaan, hè? Het woord neger, dat klopt, hè? Ja. Ja. Ik zie het. Heel veel sandstone, joh. Echt, nou, dan gaan we dat super even. Ja, sandstone. Dus Roy, dus een eerste attractie die we gemaakt in Disney. Tuurlijk, maar. Oké. Best wel grappig. Onthouden, ja, dat wel, ja. Nostalgie, ja. Onthouden. Nostalgie in je broek. Maar. We kunnen inderdaad dat veranderen met sandstone met 143 dubbele punt. Ja, hoe heette dat ook weer? Die ene? 9 dacht ik uit mijn hoofd. Of 8. 43 dubbele punt. Welke? De sandstone, de andere kleur. Volgens mij 9, ja. 9. Nou, dat is standaard mogelijk. Gaan we het weer zo doen? Nou, ik maak sowieso de jungle hier ook lekker te eten. Ik maak hier sowieso de jungle wat persoonlijker. Dus wat meer jungle-achtig. Niet dat het zo... Het is... Ja, hoe zeg je dat? Het mag wat meer 3D krijgen. Het is zo vlak allemaal. Dat komt niet eens. Kijk, het is allemaal zo... Vinden jullie ook niet, mensen die nu kijken? Het is allemaal zo plat. Zie je? Allemaal aan de zijkant. Maar dat ga ik gewoon even veranderen hier. Ik ga gewoon even zo. En dan plaats ik hier dat. Zo. Ja. Zo. Dan heb je wat inkuilingen zo. Zie je het? Het gaat hier. Ja. Ja, kom. Nee, ja. Nou ja, kom. Ik dacht, dan moet je dat overal een beetje doen. Ja. Misschien helemaal overdekken met leaves. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Dit is in de tijd dat we nog geen jungle leaves waren, zeker, of zo. Weet ik niet. Ja, ik weet niet wat die erin zijn gekomen eigenlijk. Sowieso niet, hier staan, zijn wel objecten die we nog niet hebben gebruikt hier van de nieuwe, omdat het gewoon echt een oude large fern of zo, dat was het toen nog niet, toen we deze attractie maakten, die kunnen we ook gebruiken nog. Absoluut. Ja, die donkere man is wel leuk. Wist je trouwens ja, ik houd er nou in, hoor. Ja. Wist je trouwens dat we pas de, Gio en ik, de oude, de eerste NPC, de plek van de eerste NPC vonden in Disneycraft? Ja, en waar, welke was dat? Dat was jij. Zeg okay. Maar, die zit in de Wonderworld. En daar heb ik een goud blokje geplaatst als het goed is. Echt waar, wat leuk joh. En die zit in de wachtrij van de Wonderworld. Moet je maar eens kijken, beste bezoekers. Daar zit een goud blokje. Oh, en dat daar in de buurt was de eerste spawn van Disneycraft. Oké, wat leuk. Pas ja, maar je mag meehelpen hoor. Het is echt niet dat we daar...
Ik ga even mezelf dat steentje geven, 43 dubbelpunten. Heeft toch iemand dat nodig, die steen? Nee hoor. Oké, okay, nou dan drop ik hem hier in de taxi. Dan kunnen we dat... Het is heel veel sandstone. Ja, ik weet niet hoe we dit kunnen aanpassen of dat we wat anders hebben. Een andere kleur of zo. Hier maar niet bouwen. Afblijven. Nou, we kunnen, ja, we moeten erin. Je weet wat we net zeiden, hè? Kijk, als we dit nou eens even weghalen, dit gebouw, dit in de hoek hier. Dat vind ik een ugly gebouw, hier zo. Irma, weet jij hier iets te bouwen? Ik kan wel wat proberen. Ja, als jij hier wat bouwt, en dan even kijken hoor. Dan... Oh, wat loopt hier dan? Een brug? Dan kan Roy, deze, even kijken. Deze mag ook al aangepast worden, deze. Deze soort gevangenis, die doen we ook even vervangen nog. Even opnieuw bouwen. En heel even iets doen. Ja. Kijk hoor. Misschien wil Dennis daar dadelijk ook mee helpen nog, als hij wil. Ik ben even lekker bezig hier. Oh, dan kom ik zo nog even kijken, want we gaan zo afsluiten. En we gaan in de volgende deel gaan verder met de renovatie aan de ondergang. Even kijken hoor, dan ga ik even naar Dennis. Want dat zouden we ook nog even kijken met z'n allen. Want die waren bezig met buiten. En dan loop ik even hier vanaf het begin. Ik zie hier een heel leuk huisje staan trouwens. Echt heel gaaf. Nice. Ik ben benieuwd. Ik heb er lekker bezig geweest. Gaaf joh. En het lijkt me leuk om dat huisje een soort Main Street-achtig door te laten gaan. Misschien grof gezegd hoor, in het blauw zo. Dat je deze hoek tot aan de steen hebt gevuld. Want nu staat het zo droog alleen. Wat is er hier hoor? Nee, niks. Oké. Dan is het juist wel wat. Iets tussen biefster en mij. Oké, ja, dat is die kattenkwaad van jullie. Koala tot dino, hè? Ja, nee, dat weet ik niet. Mensen, bedankt voor het kijken en bedankt iedereen voor het meedoen. En tot de volgende aflevering. We gaan verder aan de renovatie van de ondergang. Doeg! Doei! 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 Doei. Doei. Oh ja, en dropje. Ja. Bedankt voor het meedoen, hè. Jij ook. Doei!